zijn we in Hoogeloon bij de show en drum van Fanfare Sint Joris. Ook zij zijn ontiegelijk druk met de oliebollen. Suzanne, je bent hier al een tijdje bezig met de oliebollen? Ja, vanaf vanmorgen al, ja. Zo, jeetje. En het gaat goed? Ja, het gaat heel goed. Hoeveel heb je er al verbrand? Die emmer, daar valt me best wel mee. Dus, is het druk? Ja, het gaat echt wel. We zijn de hele tijd volle bakken aan bakken. Het is, we liggen eigenlijk niet stil. Nee. En waar heb je het geleerd? Ja, hier. Gewoon elk jaar weer opnieuw. En dan als klein meisje beter. Al. Ja, we zijn nu pas voor het derde, vierde jaar hier bezig. Maar ja. Top. Ja, goed. Ja. Top. Goed voor de drumband. Ja, zeker. Zeker, dat doen we het voor. Oké. Okay. Jan, wat gebeurt hier? Nou, hier is het deeg aan het rijzen. Met een kacheltje, want het moet lekker warm zijn. Anders dan rijst het deeg niet. Ja. En dat houden we bij met tijd. Hij moet een uur rijzen, het liefst twee. Want dan rijst het nog beter. Oké. Okay. En Esther is daar het deeg aan het beslag aan het maken. De melk gaat erin en dan de eieren. En dan hebben we al voorbereid de zakjes gist en zout en suiker klaarstaan. Dat gaat erin en het bloem gaat erbij. En dan gaan we met deze hele grote mixer gaan we het heel goed voor elkaar mixen. En dan komt het hier in de wasstraat om te rijzen, onze rijstraat. Ja. Ja, wij doen nu sinds de derde keer deze oliebollenactie. En we zijn ontstaan vanuit de coronatijd. Toen konden we niet langs de deuren voor een donateursactie. Toen dachten wij, springen we op in, gaan we oliebollen bakken. En dat vonden we zo leuk en zo goed gegaan met heel ons clubje, dat we nog steeds doen. Nou, het is hartstikke leuk. Het ruikt ook erg lekker. Hoe ze proeven weten wij nog niet. Oh, je moet ze zo even echt proeven. Ja, Walter, lus je er ook heen? Walter, lus jij er ook heen? Oh, smakelijk eten. Dankjewel, Maud. Gelukkig nieuwjaar.